Goedemorgen. Het is vrijdag. Wij waren wakker om. Hoe laat was jij wakker, Boef? Eerder. Half 7. Oké, ik was om 6 uur wakker. Maar ik was om 6 wakker. Nee. Jij bent maar eens. Oh, dan ben je weer slaap. Ik ben weer slaap. Ik heb mezelf gedwongen. Nou ja, in ieder geval, door de jetlag zijn we dus extra vroeg wakker. Jetlag. En zo meteen komt Tessa hierheen en dan gaan we hier sporten. Omdat zij in between, zeg maar, locaties zit. Buiten dus, wel, toch? Ja, ze, ik zei, nou, ik kan gewoon in de tuin sporten hier. Ja. Negeer even de banken en negeer het onkruid in de tuin. En ja. Dus dat is wat we gaan doen. Dat is wat we gaan doen, Simeon. Ze is er zo meteen. Heel stofzuigen, want het is wel echt, ze hebben er echt zo'n bende van gemaakt waar we er niet waren. Het is niet normaal. De vloer is echt. Maar ze hebben de bank met rust gelaten, dus dat is wel heel fijn. Ze hebben hier gehangen vooral. Dus that's great. That's good. En deze banken die gaan binnenkort weg. Ik heb een kringloopverzoekje gedaan om deze op te laten halen. Oh, Foefje, ik heb trouwens erbij gezet dat er misschien wel wat meer spullen meegaan naar de kringloop. Geef me jullie dweltips trouwens qua wat de beste dwel is. We hebben deze al 100 jaar, maar hij vouwt niet zo heel lekker. Dus give me it. Het enige wat ik weet is dat ik naar de blokker ga en het wel koop en that's it. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van. Doe maar wat. Oké, we hebben gesport. Mijn conditie. Conditie oké, maar de spieren in mijn arm. Nou, ik kon weer even niks hebben. Zo gaat dat, hè? 2,5 week geen gewichtje stillen. Of het was tas stillen, maar ja. It's not the same. Ik ga me klaarmaken, want ik ga mijn shopvlog zo meteen opnemen. Ik zit even te rekenen in mijn hoofd. Want ik heb zeg maar morgen komt de mukbang met Selma online. Die had ik opgenomen. Zo blij dat ik dat heb gedaan. Dan heb ik mukbang in Japan. Dan heb ik beauty shoppen. En dan heb ik shoplog waar ik alles laat zien. Want niet alles zit in beauty shoppen. Het is zeg maar niet alleen beauty. Dus mijn gevoel zegt. Oké, Selma morgen online. Dan beauty shoppen. Dan mukbang. En dan denk ik de shoplog. Laatste tijd heb ik steeds alleen op zaterdag video beauty vlogs. En dat heeft te maken met dat ik zeg maar zoiets had van december had ik zoveel gefilmd. Dat ik dacht, doe maar rustig aan. Gewoon. Zaterdag video, don't pressure yourself. Ik ga het in vlagen. Maar ik heb in ieder geval sowieso al, nou ja, 10 jaar ook zaterdag video, you know me. Maar ja, dat is dus de planning. Dus ik heb net gedoucht, ik heb dit jurkje aan, die heb ik niet kunnen dragen in Japan uiteindelijk. Dus die draag ik niet met filmen. Dus ik ga me eerst even opmaken en mijn haar doen. En shoploggie filmen. We hebben aan het opmaken en ik heb net haartjes weggehaald, omdat ik zo meteen ga filmen en zo. Dat is zeg maar natuurlijk de hele bang met wenkbrauwen, snor, dat soort dingen. En ik heb zeg maar gescholden. En dan heb ik van die kleine bloederige puntjes. Dat is altijd een beetje crappy als je daarna gelijk gaat opmaken. Je kan het zeg maar wel weghalen. Alleen het blijft terugkomen. Trouwens, mijn uitgroei is echt terrible. Ik heb mijn vorige afspraak met Mariette er niet door laten gaan. Omdat dat was na 4 weken. En mijn uitgroei was echt niet te zien toen. Ik heb natuurlijk geen extensions meer, dus zeg maar, met extensions moet je echt 1 keer in de 6 weken. En nu, nou, ik had bijna geen uitgroei voor mijn gevoel. Dus ik zei, ja, joh, doen we het wel na Japan. Maar nu is het zeg maar 8 weken ongeveer. En pff, je ziet echt hele plukken grijs. Oh, nou ja. Oh wel. Oké, ik heb al opgemaakt. Even mijn haar doen. Zijscheiding blijft erin. Blijft erin. Ik heb trouwens echt een hele mooie lipkleur op. Get It On van NARS. Ik vind hem super pretty. En ik voel me heel bleek. Ik ben echt weer heel erg mijn bleke ik. Maar dat is natuurlijk ook heel logisch. Nadat ik heel veel zonnebrandcreme op heb gedaan. Nou, ik vind een beetje in Azië vindt iedereen dat super mooi de bleek. Maar ik vind toch een klein beetje een tintje. Vind ik altijd wel mooier staan bij mezelf. Oké, ik heb mijn haar gesteld. Ik twijfel of ik een lichtere lipkleur er bovenop gooien of niet. Nee, ik denk dat dit wel oké is. Met filmen, het is altijd, je wordt altijd net ietsje bleker, net ietsje lichter. Je moet alles net iets extremer doen. En dan bij de vlogcamera valt het nog mee. Maar bij de pro-camera zie je het wel heel erg. Dus, of dan zie je dingen minder erg. Dus het moet altijd wel ietsje opvallender. Ja. Outfit of the day is trouwens het Juvre jurkje. Dit is hetzelfde als dat ene rokje wat ik toen aan had. Ik vind hem super cute. Ah, Dirty Mirror. Maar ja, ik vind hem super leuk. I like it. Ik denk dat ik er Gucci schoentjes bij aan doe als wij vanavond naar onze vrienden gaan. Maar ja, we doen toch schoenen uit thuis. Maar goed, dat staat dan wel soort van cute. En nu, dames en heren, is het tijd om te filmen. Dus wij slepen alles weer naar beneden. Achter mijn niche aan.
Lead us the way, manies. Ik ga even wat eten. Ik heb hier vegetarische smeerworst en plakjesworst. En de katten, het valt er wel mee. Die staan gewoon te belen terwijl ik dit opsmeer. Echt gewoon... Dit is nep. De kiddies zijn zo blij dat we thuis hebben. Maar ze liggen zo bijzonder vreemd bij die poten de laatste tijd, hè? Gekkie. Kijk, wat is dit? Alright, klaar met filmen. Zal ik nog een selfie maken? Ik ben altijd aan het kijken. Nee, als het licht toch goed is met de ringlamp en zo. Wat een ravage. Oh ja, de banken die worden volgende week zaterdag opgehaald. Dus dat is top. Wie de kiddies? Ja, we zijn klaar met filmen. Ja, waar is het binnen de hele tijd dan? Ik niet eens door. Ja, ze kwamen nu net pas naar buiten. Ik denk, oh hey, gezellig, kom je naar buiten? Dat is omdat jij klaar bent. Of je zit te werken buiten. Ja. Of ik had deze trouwens voor jou gehaald. Dat weet jij niet. Maar ik heb deze planner stickers voor. Planner stickers? Ik zag alleen maar zo, whale. Oh, die zijn echt heel cool. Thanks, Proof. Leuk, hè? En dan een paar gouden en die en... Oké, welke is mijn fave? Ik weet het zelf nog niet eens. Ik denk dat ik het weet. Welke dan? Kies maar. Die met die stippen. Oh, nee, ja, nee. Welke dan? Ik zat te kijken naar, in ieder geval met zo'n blowhole. Oh, ja, ja, sowieso. Of die halve halve is ook leuk. Oh, die is ook leuk, ja. Maar ik vind eigenlijk dit soort met de... Oh, ja, kijk die. Ja, dat is de meest basic one. Ja, nou, maar die is wel perfect. Oké, die dan, met die... Nee, oh nee, die heeft geen blowhole. Oh, met water is ook wel heel leuk. Ja, met de wave. De nieuwe squishies. Dit was altijd, zeg maar, dit was dus de squishy uit de fruitschaal. Kijk hoe snel die omhoog gaat. Ja, kijk het verschil inderdaad. En dit broodje is echt al... Dat is zo traag. Wat doe ik nou? Alsof het slijm is. Nee, deze gaat de prullenbak in. Ja, mee eens. Het ruikt zo lekker naar vers brood ook. Oké, importeren. En ondertussen eten. Hallo. Kijk die. Oh, gummies. Helemaal platgevouwen gummies. Oké, wij gaan naar Linda en Klaas. Superleuk, we gaan... Ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor? Ik ben er ook klaar voor. Zijn we er klaar voor? Ja, ik heb een spijkerjasje mee gewoon. Ik neem deze. Het is erg warm. En we zijn in Zoetermeer. Weet je wat ik echt grappig vind? De Mormoonse kerk zit in Zoetermeer. Daar ga ik weer. En die hebben hem in Zoetermeer geplaatst. Omdat Sweet Lake City, dat is dan zeg maar de nickname van Zoetermeer, dat dat dan lijkt op Salt Lake City. Waar de grootste Mormoonse kerk zit. De hoofdkerk is dat toch? Ja, ja, daar kan je ook heen om. Ik wil daar zo graag heen om. Zeg maar, je kan dan je ancestry laten checken. Oh, ja. Ze hebben al die data van wie je familie is en zo. Ik vind dat echt interessant. Of je familie bent van Jezus uit Utah. Nee. Gewoon wie je geregistreerd is van familie en dat soort dingen. Macy! Ja! Kijk dan hoe cute. Dat hij hem ook gewoon zo, hoppa. Hoe werkt dit? Cute. Zoals je ziet, girafjes. En girafjes. Heel liefie. Kijk nou hoe gezellig. Hoi. Ja. Ik vind het heel bijzonder dat hij de hele tijd precies op dat dingetje gaat knabbelen met de tandenborstel. Ja, hij weet het gewoon. Ja. Maar hebben we gevoeld hoe zacht dat dingetje is? Misschien is het echt super zacht en lekker chewy. Tandjes poetsen. Nou heb je een ander dingetje in je mond gedaan, hè? Wat? Zoek het maar uit met je ding in je mond. Hier voor je. Ja. Veganistische pizza. Wat is dat? Ik ben echt benieuwd. Dat is... Veggie, she, shepherd. Huh? Oh. Vegan, is dat is de vegan. Ja, maar deze ook. Huh? Hebben we twee vegan pizza's besteld? Ja. We komen net van in Klaas, het was heel gezellig. Alleen, het is 11:15 en we hebben echt het gevoel van... het is namelijk nu 6:15 ochtends.
in Tokio. Dus dat is zo moe. Zeg maar. Het is echt jetlag. Ik denk dat als ik thuis kom, dan ik die. Gelijk. Ja. Ik ben gelijk helemaal weg. Alsof we het heel laat hebben gemaakt. Ja, valt wel mee. Zo vroeg. Voordat ik deze vlog ga afsluiten, even over deze zomer en de festivals waar we heen gaan. Want wij gaan deze zomer naar 2 super vette festivals in Europa. Naast Burning Man natuurlijk, dat is dan in Amerika. En we hebben besloten om naar 2 hele leuke te gaan. Als eerst gaan we naar Melt en daar gaan we dus met Linda en Klaas heen. Melt is 13 tot 15 juli in Duitsland. Dit is de line-up. Het is een weekend. Dit wordt geweldig. Zo zin in. Oh my god. En gaan we ook naar Electric Castle. En dat is in Roemenië. Dat is een paar dagen. En check even deze line-up. Damien freaking Marley. Echt alleen over Damien Marley. Dit is voor mij reden genoeg om gewoon daarheen te gaan. Dan hebben we Jessie J. Echt, oh, I'm so excited. Dit is 18 tot 22 juli. En dit is dus Roemenië. En I can't wait. Het schijnt dus vooral met de lichtjes en zo helemaal te gek te zijn. Mocht iemand van jullie gaan, laat me even weten. Ik link ze hieronder. En we worden uitgenodigd door Festival Travel. En met hun zijn we ook naar Seagate geweest. Dus en naar Exit. En dat was echt zo goed geregeld allemaal. Dus ik kan iedereen aanraden om via hen te gaan. Want ja, het is gewoon helemaal top. Mocht iemand gaan. Het is voor ons altijd een dingetje. Want weet je, bij festivals in het buitenland, het is zeg maar even helemaal vrij. En niet de hele tijd mensen tegenkomen. Maar ik vind het wel toch bijzonder als ik kijkers ontmoet daar. Weet je, je bent dan toch in een bepaalde soort van sfeer met z'n allen. En dan is het, ja, het is anders of zo. Let me know als iemand van jullie gaat. Ik ben heel erg excited. Ik vind het echt leuk. Ik heb er echt zin in. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Ik val echt om. Wel rusten tot morgen. Doei.